via het videokanaal druk, etc. Team! We zijn een nieuw team. De zon. De synergie en daarmee onze outgoing performance te verbeteren is het heel belangrijk dat we elkaar door en door kennen. Jullie moeten daarom inzicht krijgen in elkaars beleving. Ja, dat waar. Ja, zal ik doen. Oké, okay, ja. Sorry, dat was... Ding is... secretaris. Zo, ik moet weer verder, want te wachten. Belangrijke meeting. Ik ben ervan overtuigd dat jullie zo de goede stappen zullen zetten. Oké. Dus we gaan het zelf weer doen, hè? Ja. Ik zal me even voorstellen, ik ben Peter. Ik werk in het Tiger project. Daar hebben we heel veel stappen gezet op. Daar zijn we heel erg trots op natuurlijk. En ook de organisatie heeft het heel goed ontvangen. En wij zijn daar natuurlijk super blij mee met die tevredenheid van onze bazen en medewerkers. En nou ja, we zijn daar natuurlijk heel blij mee. Dat is het ding. Nou, mijn naam is Raymond en ik werk bij de technische afdeling aan de GVP. Waar werken we aan? Aan de SIN en de RFI om de USP's en de TCO's naar boven te brengen. En dat zorgen we ervoor dat technisch gezien de virtualisatielaag helpt met het naar beneden brengen van de IOS-problematiek. Snap je? Nee. Ja, ik ben Martin en ik heb heel veel interesse in esoterie. Pardon? Wat is dat dan? Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, want dat begrijp ik pas als je er wat dieper in zit. Er is wel een probleem ermee. Het is wel heel interessant, die esoterie ook. Ja. Maar kan je misschien wat meer over vertellen? Ik wil er graag wat meer over vertellen, maar het probleem is, je kunt er pas echt wat over zeggen als je er echt heel diep in zit en gewoon goed snapt wat er allemaal gebeurt. En anders is het een beetje moeilijk uit te leggen. Ja, duidelijk. Ik ben dus Henk en ik heb elektrotechniek gestudeerd van 1984 tot 1990 in Enschede. En daarna heb ik 4 jaar bij research gewerkt als onderzoeker. En in 1994 kwam ik bij en daarna ging ik 2 jaar bij afdeling beleid werken. Zo naar mijn zin gehad, dat was echt geweldig. En deze afdeling is wel heel wat keer gereorganiseerd hoor, dus dat is segment en ik weet het allemaal niet meer. Nou ja goed, daarna was ik onderzoeker en ik ben bij de afdeling lege buizen. Daarna werd het ja, het is weer veranderd. Om het hele verhaal kort te maken, ik zit nu alweer een tijdje bij. Ja. Hallo, ik ben dus Roberto. En de laatste tijd ben ik heel erg intensief bezig met de kunstmacramé samen met mijn vrouw. Ik doe de hele avond soms. Eigenlijk noem ik het de kunst. Hè. Het wordt wel een stofnest, maar ja, als je er samen aan gewend bent, valt het allemaal reuze mee. En ik kan er eigenlijk mijn hele zelf in kwijt. Ook de vrouwelijke kant kan ik daar gewoon goed in uitdrukken. Dus kunstmakker mee. Dus iedereen, iemand anders ja, die dat die hobby ook deelt? Nee. Maar lijkt wel boeiend. Ja, ik ben Kees. En ik heb recent een hele belangrijke strategische klus verklaard. Dat is het EGO-programma. Het is, jullie weten dat misschien niet, het is topgeheim. Het was een opdracht rechtstreeks van de Raad van Bestuur, rechtstreeks van de voorzitter zelfs. Ik heb dagelijks contact gehad met de COO, ik heb dagelijks contact gehad met de CCO. Ik heb deze klus gekregen omdat ik daar gewoon heel goed lig. Ik behoor eigenlijk, kan ik wel zeggen, tot de inner crowd van de RVB. Van, ik ben hier ook heel erg trots op. Knap hoor. Ja, dankjewel. Ja.
Ja, goeiedag. Ik ben Jeroen. Ik werk hier wel, maar het management begrijpt er echt totaal helemaal niets van. Je kan nooit datgene doen wat ik moet doen, dus het is onbegrijpelijk. Maar goed, we zien het wel. Ja, dat heb je. Vertel iets waar anderen in de context wat aan hebben. Dit wekt belangstelling en helpt bij het doel. Vertel iets echt bijzonders. Iets dat typisch jij is. Iets persoonlijks is nooit saai. Vertel iets waar je blij van wordt. Een vrolijke noot zorgt voor een positieve sfeer.